Ja, overal beginnen ze alweer uit de grond te komen. De paddenstoelen. Wee! Kijk, we zijn hier weer bij het fruitpark. En nu is het olifantengas echt mega hoog. Kijk dan. Morgen is het woensdag. Daar heb je de maan. En dan gaan we een fiets aanschaffen. Ik heb het al in meerdere video's gezegd. Maar het is eindelijk zover. De avonden worden al een stuk kouder. Dus ik kan misschien nog net het laatste gedeelte van de zomer, wat eigenlijk al bijna voorbij is, kan ik misschien nog meepakken met de fiets. Ik heb nog heel veel dingen wat ik af wil fietsen. Dus het is echt wel gaaf. We gaan eventjes kijken bij de bramen. Ja, die zijn er ook al. Ja, het zit helemaal vol. Gaaf, jong. Hier heb je ook het olifantengas. En nu zie je pas hoe extreem dicht het is. Het is tegen de avond, dus de beelden kunnen een beetje donker zijn. Maar dit zijn allemaal bramen. Deze hele struiken. Kijk, het is volle maan. Zelfs de kraters kun je iets zien. Gaaf, jong. Ja, hier ook. Echt wel gaaf. Ik heb al een kilometerteller gekocht voordat ik een fiets had. Dus die werkt. En we hebben even geflipperd met het ding, dus hij doet het. Dit stuk gras is me niet eerder opgevallen. Maar goed, het ligt er. Het is echt mega hoog. Wow. Vanaf nu komen de totaal andere video's en vlogs. Kijk dan, deze brandmeters hier. Wow. Want vanaf morgen heb ik in principe een fiets vanaf woensdag. Dus dan gaan we vannacht maar eens eventjes kijken of dat we heel veel plekken nogmaals in Google Earth kunnen vinden. Waar we dan de auto neer kunnen zetten, fietsje eruit droppen en dan gaan we kilometers maken. Dus ik heb echt extreem veel punten al, van vroeger al, misschien van 2 jaar geleden, waar ik heen wilde gaan. Maar dan moest ik te ver lopen, misschien 8 kilometer, om bijvoorbeeld bij een uitkijktoren te komen of weet ik veel wat. Ik noem maar wat de Kielse Plas, dat is een leuk water in de buurt van Ede, maar dat is vanaf de parkeerplaats is het ook een aantal kilometers lopen. En nu kan ik er dus mooi met de fiets heen. Dus het is echt wel kicken. Ja, we gaan nieuwe plekken in Nederland ontdekken. Dat wil ik al heel lang doen. Maar nu gaat het vanaf morgen woensdag ook echt 100% gebeuren.